Nou, ik maak heel vaak zelfgemaakte cadeaus. En ik ben altijd met de naaimachines aan het prutsen. Dus ja, allerlei dingen voor allerlei verschillende mensen maak ik. Vroeger maakte ik vooral zeg maar grappige kaartjes met grappige rijmpjes over gênante momenten van die mensen of dingen die we samen hadden meegemaakt. En nu ben ik bezig met een trui te breien voor mijn zus. Ik heb een heel goede collega die een ontzettend groot netwerk om zich heen heeft. Zij zorgt graag voor mensen. En al die mensen in haar netwerk, ja, die hebben altijd wel iets nodig. Dus als ik op een gegeven moment iets heb wat ik ja, aan iemand zou willen geven, dan geef ik het aan haar. En zij weet precies de juiste plek waar iets nodig is en wie dat kan gebruiken. Dit is een voorbeeld van een vlaggetjeslingers. Eigenlijk alle kinderen die geboren worden in mijn omgeving, die krijgen voor hun geboorte, voor de rest van hun leven bij leuke dingen, een vlaggetjeslinger. Ik heb mijn vrouw een zelfgemaakte, tenminste een zelf opgeprimd cadeau gegeven, tweedehands. Wij hebben een modeltrein en daar zijn we volop mee bezig. Ze wilde graag een kersttrein hebben. Maar we vonden dat die nog niet helemaal compleet was, dus hebben we eigenlijk een soort goederenwagon. Die wilden we nog graag achter hebben, achter de kersttrein. Dus deze heb ik gegeven voor haar kersttrein. Wat ik het leukst vind aan op deze manier cadeaus geven is... weet je kan iets kopen en dat is eigenlijk heel makkelijk. Maar op deze manier stop je er ook echt iets in. Het is een andere soort waarde die je erin stopt. Het leukste van, soms heb je best wel moeite om afstand te doen van tweedehands spullen. En als je weet waar het heen gaat en je ziet ook de reacties erop, heb ik totaal geen moeite mee. Ik doe zelfs dingen weg waar ik over twijfel, omdat ik weet dat het goed terecht komt. Ja, het maakt het toch extra persoonlijk. Het is echt ja, voor die persoon gemaakt. Ja, wij geven vaak thuis ook cadeaubonnen als het ware. En dat is dan voor een ervaring samen, bijvoorbeeld met Vaderdag naar Apenheul. En dan maken we daar een leuke zelfgemaakte poster bij met foto's van onze hoofden. Geef gewoon geen geld uit. Als je met een geboorte een avondje oppassen geeft, zijn mensen super blij. Ja, het kost je geen cent. Dus geef tijd of geef aandacht in plaats van iets wat je moet kopen. Je kan ook op een gegeven moment zeggen, joh, ik ben handig in klussen of ik ben goed in elektra. En als je een klus hebt, dan ga ik hem voor jou doen. Ja, kijk gewoon inderdaad ook op internet. Marktplaats staan een hele hoop dingetjes vaak die een ander niet meer gebruikt. Waar je voor een leuk prijsje gewoon wat mee kan. Want daar hebben wij ook bijvoorbeeld wel andere dingen voor de modeltrein gevonden. Dus dat is altijd een goede optie om even te kijken voor tweedehands spulletjes.